We gaan een energierijke smoothie maken. Hoe maken we die energierijk? Dat is met banaan en dadels. Er zijn heel veel verschillende variaties mogelijk. Je kan rozijnen gebruiken, je kan ander soort fruit gebruiken. Dat gaan we mixen met de sojayoghurt. Ja, en de sojayoghurt is rijk aan gezonde vetten, want het zijn plantaardige vetten. Die is bovendien heel licht verteerbaar, dus die maakt de smoothie heel licht om te drinken. Wij hebben voor een natuurversie gekozen, maar je zou die natuurlijk ook met een smaakje kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld een vanillesmaak. En dan voeg je er meteen ook nog eens wat extra suikers aan toe. Ja, dus het is eigenlijk een perfecte energierijke smoothie voor de training, voor een fietstraining, voor een looptraining. Is ideaal en dan kan je met volle energie aan je training beginnen. Ja, zo is dat. Dadels. Dan nog de ijsblokjes. Samen mixen. Is klaar.